En het is een heel klein dorpje met de gaat het altijd in Taiwan. We gaan even interviewen. Want we gaan even interviewen. Even filmen, film maar. Wat vind je ervan? Vind je het mooi? Stil. Wat vind je van mijn muts? Wat? geen commentaar op mijn muts. Oké, dankjewel, dankjewel. Oké, doei, doei, doei. Bye bye. Hey beste lezers, goeiedag. We staan hier in Changhua. Ik doe een project hier met Iris, een kunstproject, waar mijn vriendin advanced graffiti maakt. En ik wil je laten vertellen waarom. En ik wil je ook kennis laten maken met de projectmanager hiervan. Een vrij jonge jongen die echt een bepaalde missie heeft. Dat is echt heel inspirerend om te zien. En hij heeft mijn vriendin gevraagd om hier ook een schilderij te maken. Maar deze week natuurlijk is weer even een artikel. Daarbij wil ik je vertellen wie mijn grootste fan is. Dus lees het artikel, let me know wat je van vindt. Maar dan gaan we nu eerst even fitnessen met de oude mensen. Zo, dat was dansen met de oudjes. Maar als je erover nadenkt, best wel vet. Er stonden een paar mensen bij, die zijn rond de 83. En ze doen dit elke avond. Het houdt je best wel, ja, jong, laat ik zo zeggen. Dus laten wij in Nederland ook beginnen. Lekker dansen bij de tempel. Hey, doei, hè.